Welkom bij weer een nieuwe move van Visstijl. In deze move gaan we weer lekker achter de baas aan. Maar voordat we beginnen te vissen, gaan jullie eerst wat anders zien. Ik ben van de week op bezoek geweest bij Cor Spinhoven. Het is een hengelbouwer. En die maakt serieus hele mooie hengeltjes. Dit is er toevallig eentje van hem. Het is een Mosquito 00, 1,5 gram. Super leuk voor op de baas natuurlijk. Het echtere, lichtere werk. Maar ja, hoe wordt zo'n hengel nou gemaakt? En het verhaal erachter vind ik ook wel een keer interessant en leuk om aan jullie te laten zien. Dus we gaan eerst richting Cor, kijken in zijn zak. En ik zie jullie straks weer aan de waterkant. Superleuk. En ja, natuurlijk heb ik ook nog een paar vragen voor hem, want hengels kijken is leuk. Maar waar komt die passie vandaan? Waar is dit uit gegroeid eigenlijk? Nou, ik begon met vissen. Ik was gek met vissen en ik was eigenlijk nooit tevreden met een hengeltje. Dus ik begon al, zeg maar op jonge leeftijd, begon ik zelf een beetje te experimenteren om hengels te verbeteren en te veranderen. Ja. En ik ga iedere keer een stapje verder. En dan kom ik in contact met buitenlandse firma's en al dat soort dingen meer. Ik heb vroeger gewerkt voor Nederlands Vogels, in Engelsport zag ik hier in Amsterdam. Erik Bonsberg in Den Haag heb ik gewerkt en met Peters Kerenland heb ik ook gewerkt in Amsterdam. Daar heb ik 6 jaar Engelsport gemaakt en toen ben ik voor mezelf begonnen. Want ik had zoveel ideetjes, dus ik denk van nou ja, een klein winkeltje en alleen Engels maken, dat vind ik leuk. En een Engelsportzaak vind ik leuk, maar het komt allemaal op af. Al die kleine dingetjes, possie maaien, possie willen, maar plukje voor, plukje na. Dus ik heb me helemaal beperkt alleen maar bij Engels. Dat zou ik dan goed zien. Oké. Nou ja, daarnaast heb je een mooie site. En dat is deze site, jongens. Dus, zo schrijf je net. En, maar er staat ook waar perfectie eindigt, begint. Waar staat dat precies voor? Ja, dat is een slogan. Een slogan, inderdaad. Elke fabriek, die hebben een bepaalde slogan. En ik zeg ook, een ander zegt wel eens tegen mij van ja, dit is perfect. Dan denk ik, ja, maar dit begin ik pas. Ja, dus uiteindelijk perfect is begin je. Een stapje hoger weer, zo kan je het eigenlijk zien. Dus, eigenlijk op een next level. Ja, zo moet je het eigenlijk zien. Als een ander zegt, dit is perfect. Dan denk ik, ja, kan nog beter. Kan beter. Ja, maar zo moet je het eigenlijk zien. Vooruitstrevend. Ja, zo altijd. Ik ben helemaal lul, mag je erbij vertellen. Maar ik blijf altijd bezig met nieuwe dingen toch. Dat vind ik heel belangrijk. Nou ja, ik heb al een hengels gezien en er staan mooie namen op. En één hengel heeft de naam De Clown. Kan je vertellen waarom die naam heeft? Omdat ik het gewoon een aparte naam vind. De Clown. Ik vind het een leuke naam. Een hengel moest De Clown worden. En ik vind, ja, waarom? Bizar misschien, maar ik vind het een leuke naam voor de hengel. Ik wil altijd bijzondere namen aan hengels hebben. De Acrobaat, ook een gekke naam. En Tommy. Ik heb bepaalde namen van hengels heb ik van oude LP's van Black Sabbath. Nou, dat is de Technical Ecstasy en de Spirits Fantasy. Maar fantasie halen van YouTube en van muziek. Okay. Zo moet ik het eigenlijk zien. Super. Nou ja, ik zie aan de hengels dat je toch verschillende soorten hengelhoudjes maakt. Om even erbij te pakken. Ja. Om het jullie thuis te laten zien. Wacht, ik kom een vrouwtje erin. Dan heb ik je met de zaak al. Nee, om het jullie even te laten zien. Het is niet een standaard reelhouder natuurlijk. De kurk die jij gebruikt om zulke soort houders te maken, waarom neem je die eigenlijk? Dat is rubberkurk. Rubberkurk. Daar ben ik de eerste mee die de mensen experimenteren. Rubberkurk,
is veel sterk als een gewone kurk. Ja. Alleen rubberkurk is 5 keer zo zwaar als een gewone kurk. Dus je zal of de rubberkurk heel dun moeten afschuren, of je zal een gedeelte over moeten slaan. Dus een gedeelde greep ervan te maken. Ja. Maar rubberkurk is veel sterker. Het is makkelijker schoon te maken. En een gewoon kurkje kan een brokje uit. Dit is veel sterker. Ja, oké. Okay. Dus dat heb ik een voordeel. En dan kunnen we nu steeds verder aan het ontwikkelen om met rubberkurk te werken. Ja, nou ja, dus super. Daar ben ik nou mee bezig. Ja. Nou ja mensen, dit was even kort in beeld met Kooi. Ik heb zelf veel meer gezien. Ik ga jullie daar ook nog over vertellen. Want ik kan hier wel de hele dag zitten. Ik kan wel zeggen, het zijn allemaal echt juweeltjes de Engels. Het ziet er echt super mooi uit. Echt gelikt gewoon. En ja, ik denk dat ik er maar eens eentje ga proberen. Okay. Dus ik zie jullie zo meteen terug. En dan zien we de hengels in actie. Dus tot zo. Dat is een snoek. Oh, kut. Die pak je. Hij heeft jouw baas. Hij heeft jouw baas. What the fuck? Mooi. Hey, mooi. Ja. Ik zie een baas. En een fucking grote snoek. Kijk hem, jongen. Hij heeft het te pakken, jongen. Dus gaan we eruit takelen, vriend. Damn. Bakkie. We gaan voor 2-1. Bak op een bak. Op mini. Waar is die? Komt ie. Fuck. Dan gaan we bak. Laat die baars los. Ik zou die trekken hoor. Nee. Het was net een serieus gevecht. Hele dikke baars die hangt er nog aan. Klapte echt de snoek op van ja, denk dik 90 centimeter misschien wel. We waren echt al super ver. We hadden heel de sloot doorgetrokken naar het punt waar we hem konden, ja, even de kielgreep konden doen om eruit te halen. Nu zijn we er. Laat die snoek die baars los. Dus nu hebben we alleen nog die baars, maar goed, nog steeds een hele mooie vis. Maar ja, het is even balen, maar goed, we gaan even de baars eruit halen, mannen. Kijk, zo kun je zien dat je op klein aas, dus echt aas tot max 4,5 centimeter, superleuk vis kan vangen. Want dit is al de zoveelste. Ze zijn niet altijd groot.
Maar je bent wel lekker bezig en die grootte komt vanzelf echt wel een keer tussendoor. Ik vind dat altijd heel belangrijk in de visserij, gewoon lekker vis vangen, plezier erin hebben. Groot of klein, lekker vis vangen, daar gaat het toch om. Ik ben flink toegetakeld door die snoek. Lekker! Nou mensen, dit is dan het einde van deze movie. Je ziet het weer, de mini-shotjes en de mini-twisters doen hun werk. Vind ik nog een leuk snoekje net. Heeft me flink toegetakeld, maar goed. Ik heb er weer van genoten en ik hoop jullie ook. Ik zeg al even duimpje omhoog en ik zie jullie de volgende keer weer. Hoi!